In deze video ga ik het werkwoord schijnen vervolgen. Waarom schijnen? Dat kan je eigenlijk maar in de derde persoon enkelvoud met het vervolgen. En ik dacht daar nu net aan omdat de zon in mijn ogen schijnt. De zon schijnt in mijn ogen. Dus ik ga de volledige zin gebruiken. De zon schijnt. Tegenwoordige tijd. Heel simpel. De zon schijnt. Je kan niet zeggen ik schijn of jij schijnt of hij schijnt. Dus eigenlijk vervoegen, ja, één persoon, ja, één ding eigenlijk, het. Of de zon. En in de onvoltooid verleden tijd krijg je dan de zon scheen. Bijvoorbeeld de zon scheen gisteren. En als je de zin begint met gisteren, dan krijg je inversie. Gisteren scheen de zon. Je kan ook zeggen, de zon heeft geschenen. Maar dat is niet zo gebruikelijk. We zeggen meer de zon scheen. Zo, de zon schijnt vandaag. De zon scheen gisteren. Of de zon heeft geschenen. Dat kan je ook nog zeggen gisteren, maar dat gebruiken we niet zoveel. Dus de zon schijnt, de zon scheen. En nu, op dit moment, schijnt de zon. De zon schijnt in mijn ogen. In mijn ogen. De zon schijnt in mijn ogen. Daar is de zon en de zon schijnt in mijn ogen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag terug in mijn volgende video. Dag!